Deze keer zit ik aan tafel bij de mede-eigenaar van de krant Mooi Bokstel, Mark van der Pol. Ja, goedemiddag. Hallo, welkom. Mark. Leuk dat we hier mogen zijn. Ik ben heel benieuwd naar jou, want ik zie jouw krant altijd bij mij in de briefbus komen. Dus ik vond het wel eens leuk om met jou eens hier aan de tafel te zitten. En mijn eerste vraag is, kom je uit Bokstel? Van oorsprong kom ik niet uit Bokstel. Ik ben in Heesterdinte geboren. Heb ik eigenlijk heel mijn leven gewoond, heel mijn jeugd. Tot ik ging studeren. Toen ben ik naar Tilburg gegaan, ben ik daar ook op kamers gegaan. Na mijn studie ben ik weer heel eventjes teruggekomen in Heeswijk tot ik mijn toenmalige vriendin leerde kennen. Wat heb jij gestudeerd? Bedrijfseconomie. Oké. Dus heeft er eigenlijk vanaf het begin af aan, vanaf dat ik klein was, heeft dat er wel ingezeten. Ja, hoezo dan? Ik geloof dat ik een jaar of 7, 8 was en toen kocht ik honing van mijn vader, die is imker. En dan verkocht ik die op de camping weer met een klein beetje winst. Dus ik ging altijd na de vakantie met meer geld naar huis toe dan dat ik, ik kwam. Ja. Ik heb altijd overal in gehandeld en overal commerciële dingen wel gezien. Ja. Van wie heb je dat? Van je vader dan? Of van je moeder? Of nee, van je vader? Van mijn vader. Die is ook een beetje zo... Ja, die is wel commercieel. Ja, ja. Leuk. Ja. Ja, die zit ook overal handel in, dus dat heb ik zeker van die kant van de familie. Ja, dat zit in de genen dus. Ja. Het is ook wel mooi, als je handel ziet, dan kun je toch wel... In allerlei gangetjes, weet jij jouw ding te halen, toch? Ja, dat klopt. Ik heb bijvoorbeeld bij een houthandel gewerkt waar mijn vader werkte. En die hadden op een gegeven moment hardhouten picknicktafels gekocht vanuit Paraguay, waar een neef van mij een timmerfabriek heeft gestart. Och. Alleen die kregen ze niet meer verkocht. Deze eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Dus er lagen er toch wel een 400-500 in het magazijn. 400-500? Ja. En die lagen er al 3 jaar. En op een gegeven moment heb ik er eentje meegenomen. Dat vond ik wel leuk voor mezelf. En die heb ik in elkaar gezet. En dat is gewoon een picknicktafel. En die kun je inklappen tot een zitbankje. Dat is eigenlijk ideaal. Hè? Als je weinig bezoek hebt, heb je gewoon een zitbankje. En dan krijg je bezoek, klap je hem uit, heb je een picknicktafel. Ja. Dus ik vond het idee hartstikke leuk. En ik heb daar wel foto's van gemaakt. En ik heb ze op internet gezet. En ik had diezelfde avond dat ik de eerste 3 al verkocht. En toen heb ik er meer gekocht. En op een gegeven moment heb ik gewoon heel de voorraad opgekocht. En die ben ik gaan verkopen. En? Deze week worden er nog 3 opgehaald. Och, ja. Dus de laatste gaan nu de deur uit. Leuk. Ja, echt. Tot aan Spanje, Duitsland, Engeland. Daar staan ze overal. Ja, leuk. Ja. Dus daar loop je dan zo tegenaan, denk je? Loop tegenaan. Okay. En dan zie ik, denk dat daar wel markt voor is. En dan... ook wederom met weinig risico, want ik koop er eentje, ik maak een foto, ik zet ze op internet, verkoop ik niks. Is het ook goed? Is prima, want ik had hem voor eigen gebruik. Ja. Nou ja, goed, dan is het een mooie handel geworden. Ja, en die mensen zijn ook blij dat ze van de picknicktafels afkomen natuurlijk, want als je een paar honderd hebt liggen. Kijk, die waren heel blij toen ik alles opkocht. Ja, dat is allemaal, ja. Ja, nou, dat is bijvoorbeeld één ding. Wat ik wel heb geleerd in Tilburg is, eigenlijk een stapje terug. Ik heb zelf weinig vertrouwen in onze overheid als het aankomt op onze pensioenvoorziening. Dus ik denk tegen de tijd dat ik 67 of straks misschien wel 70 ben. Nou, wie weet, ja. Ik heb aan mijn vraagtekens bij of er dan nog iets is, of er nog een oude dagvoorziening is. Dus ik heb zoiets van, nou, of het er wel of niet is. Ik kan beter het heft in eigen hand nemen en zelf zorgen dat ik mijn oude dag veilig stel. Dus ik ben op een gegeven moment gaan kijken hoe ik dat zou kunnen doen. En toen liep ik met een vriend van mij tegen een pand aan in Tilburg, wat uitermate geschikt was om studentenkamers in te maken. Ja, zo heb ik eigenlijk mijn eerste studentenpand gekocht. Toen was ik nog geen 25. Oh. En daar zitten nou allerlei studenten in en die betalen netjes hun huur. Ja, en ik betaal netjes mijn aflossing en de rente. En onderhoud en zo en alles wat je moet doen en je kunt daar een gedeelte van wegzetten. Ja. Ja, en dat heb ik vervolgens weer gebruikt voor nog een keer een investering. En ja, zo ben ik het aan het opbouwen. Ja, je bent echt een handelaar, dat merk ik wel. Ja, ja. Oh, ja. En dat zit allemaal meer in Tilburg? Dat zit allemaal in Tilburg. Ja. Dat is ook wel fijn, want daar heb je altijd inkomsten van. Hè? Wat er ook gebeurt met dit of wat, je weet altijd, dat heb ik. Zolang het verhuurd is wel. Ja, maar zolang de studenten zijn, zal het wel...
wel doorgaan, toch? Ik was toen nog geen 25 en ik ben inmiddels bijna 35. Ik heb nog nooit geen leegstand gehad. Nee, fijn. Dus dat loopt altijd door. Ja. Maar ja, stel dat de universiteit ooit zou vertrekken uit Tilburg, ja, dan moet je schakelen. Ja. Ja, maar er zijn meer scholen, toch? Er zijn meer scholen, maar dan komt er wel leegstand. Ja. Dan is er gewoon te veel aanbod van kamers. Ja. Ja, maar er is natuurlijk heel veel in Tilburg, hè? Ja. En zo heb ik, ja, als ik ergens kansen zie, dan probeer ik erop in te spelen en probeer ik ze op te pakken. Ja, je hebt van die voelsprieten die denkt van, hey, ja, klopt. Geld. Nou ja, ongeveer. Ja, maar toch? Ja, nou ja, ja, goed, ik vind het wel leuk om te handelen. Ja. Een stukje handelen, dat vind ik vooral het leuke. Ja. Ja, nog niet zozeer wat, ja, natuurlijk, je moet er geen verlies op draaien. Nee. Maar je blijft actief bezig. Je blijft in beweging en dat ja, is het natuurlijk. En dan, ja, ik geloof dan ook eigenlijk niet in toeval, want de laatste keer was wel leuk. Dat is een paar maanden geleden geweest. Toen waren we bezig en toen zei ik eigenlijk tegen mijn vader van, nou, ik zou ook wel weer eigenlijk nog wel een pand willen kopen, als we het kunnen. En toen zei op een gegeven moment mijn moeder van, nou ja, vooruit, dan gaan we kijken of iets of het mogelijk is. Ja. En de volgende ochtend om 8:30 belde een makelaar op die 10 jaar daarvoor een pand aan mij had verkocht. Oh, ik heb misschien wel een interessant pandje voor jullie. Oh, en die wisten helemaal niet dat die jullie... Die wisten helemaal niet. En zijn jullie toevallig op zoek? Ik zeg, ja, sinds gistermiddag. Oh. En binnen een paar weken was het geregeld. Jezus. Dus het kan ooit... Ja, je weet niet waar het vandaan komt of nee, hoe. Nee. Het zijn wel cadeautjes dan, hè, die je zo krijgt, toch? Goh, en dit heb je nou weer samen met je vader gedaan? Ja. Ja, leuk, hoor. Familie, weet je, toch een beetje familiebusiness opbouwen. Ja, dat is ook veilig, toch? Ja. Ik bedoel, je moet ook wel een goede maat hebben waar je van op aan kunt natuurlijk, nou, hè? Mijn vader is heel technisch, dus dat is natuurlijk wel makkelijk voor het onderhoud. En die is ook nog vitaal en die kan van alles. Ja. En, dus die kan alles, dus die maakt alles zelf. En daar zit natuurlijk wel voor ons een grote verdienste in, hè? Ja. Als je alles moet uit gaan besteden, dan moet je veel meer reserveren voor het onderhoud. En je hebt natuurlijk misschien meer tijd, want ik weet niet of hij nog werkt of zo. Ik geloof dat hij nu naar 16 uur in de week gaat. Dus hij werkt nog wel, maar hij heeft nog wel wat tijd over. Ja, nou leuk toch, als je dat zo kan. Ja. Dan, ik heb al gezegd dat hij bij ons dat hij wel mee kan komen helpen. Ja? Ja, maar goed, hij woont in Heeswijk, dus dat is eigenlijk te ver weg. Ja, dat is net iets te ver. Ja. Want je hebt meer broers en zussen? Ik heb 2 zusjes. Oké. Okay. Ik ben de oudste. Okay. En ik heb nog 1 zusje 2 jaar onder mij en het andere zusje zit bijna 5 jaar onder mij. Oké, okay. Ja. Hé, hey Mark, en jij bent toen naar Boksel gekomen. Ik viel jou net in de reden. Waarom eigenlijk? Hoe ben je hier terecht gekomen? Ja, ik had een vriendin en die kwam uit Boksel. Oh. Of tenminste, ik kreeg een vriendin, zo moet ik zeggen. Yeah. En die kwam uit Boksel, die wilde niet weg uit Boksel. Nou ja, goed, dan heb je twee keuzes. Dus ik heb toch maar gekozen om dan naar Boksel te komen. Ja. Zo ben ik in Boksel komen wonen en ik zou nou niet meer weg willen eigenlijk. Nee, want hoe lang ben je hier dan al in Boksel? Dat is denk ik al bijna 10 jaar inmiddels. Oké. Okay. 9 of 10 jaar dat ik hier woon. Het is al lang, maar ook wel weer heel kort. Ja. Hè? Voor om je eigenlijk zo in Boksel thuis te gaan voelen. Hè? Dan ben je eigenlijk toch pas eigenlijk in het begin van... Ja, maar ja, goed, met het werk zeg maar wat ik heb, leer je wel heel snel heel veel mensen kennen. En dan integreer je natuurlijk wel heel erg snel in de maatschappij. Ja, want toen jij hier kwam wonen met jouw vriendin, wat deed je toen? Toen werkte ik bij Nashuatec in Den Bosch. Okay, en eigenlijk vanuit mijn studie, die heb ik niet afgerond. Mm-hmm. Dus ik had 3 jaar, na 3 jaar studie ben ik gestopt. Nou, dat vonden mijn ouders natuurlijk niet zo leuk. En in de tussentijd had ik part-time wel een eigen onderneming opgezet. En toen ben ik, dat was vooral in de avonduren, toen ben ik overdag ook part-time gaan werken bij Nashuatec in Den Bosch. En mijn telemarketingafdeling opgezet. Dus ook weer het commerciële. En vanaf daar ben ik bij een bedrijf in Boksel, een sanitairzaak gaan werken. Heb ook nog 2 jaar part-time gewerkt. En toen was inmiddels mooi Boksel geboren. Hoe kom je dan erbij om zo'n website te beginnen? Nou ja, ik ben eigenlijk, toen ik in Boksel kwam wonen, kende ik natuurlijk niemand. En ik speelde zelf waterpolo. Ik wist dat we vroeger wel ooit in Boksel hadden gespeeld. Dus er moest een vereniging zijn, maar we konden de waterpolo-vereniging in Boksel niet vinden. Die bleek er achteraf toen ook niet meer te zijn. Okay. Een vriendin van mij, die woont in Nistelrooy, die doet de website Mooi Nistelrooy. Een andere vriendin, die deed Mooi Gessel. Dus die woonde in Geemonde. Dus die waren allebei heel erg enthousiast over de mooie website. En die vertelde van hoe het een beetje in elkaar zat en hoe het werkte. En omdat het een franchise concept was, staat er natuurlijk ook een bepaalde
werkwijze achter. Hè? Dus je krijgt ook een stukje ondersteuning. Ja, hoe legt dat eens uit? Een ondersteuning waarin? In het maken van zo'n website? Ja, of? Dus de website wordt al technisch al helemaal gebouwd. Dus hoef je zelf al niks aan te doen. Maar je krijgt vervolgens ook ondersteuning hoe je zo'n website bijhoudt. Wat belangrijk is om op te vermelden. Een stukje ondersteuning bij de verkoop. Alle websites hebben dezelfde uitstraling. Dus allemaal het geel met zwarte logo. En centraal zeg maar een embleem wat bij de gemeente hoort. In Boxel hebben we de eend. Ja. En zo heeft in Rooi hebben ze bijvoorbeeld de klomp. Zo heeft elke gemeente zijn kenmerkende symbool erin staan. Ja. En jij kreeg dan ook jouw salaris dan van de is het een stichting of wat nee, is dat dan? Nee, je salaris verdien ik zelf. Oh, dus door advertenties te verkopen op de website. Ja. Ja, daarmee verdiende je je geld, zeg maar. Ja. Dan kon je de website runnen. Ja, eigenlijk wel mooi, want er zat eigenlijk geen risico aan vast dan. Nee, nou, dat vond ik een van de grote voordelen. Ja. Dat je toch zoiets kon starten waar ik zelf als buitenstaander toen ik naar Boxel kwam behoefte aan had. Ja, want op dat moment kon ik geen website vinden waar alles op stond. En je had bepaalde websites waar nieuws op stond. En je had bepaalde websites waar gemeentelijke informatie op stond. Ja. Waar alleen maar sport op stond. Ja. Maar één website gecombineerd waar en sportnieuws en gemeentelijk nieuws en evenementen en foto's, waar gewoon alles bij elkaar kwam, was er op dat moment niet. En omdat het in andere dorpen ook zo goed liep, was er voor mij wel een reden van, hey, ik pak er zelf mis op. In andere dorpen loopt het ook goed. We hebben het niet in Boxel. Nou, we hebben weinig risico, dus ik heb eigenlijk niks te verliezen. Dus we gaan het gewoon doen. Ja, leuk. Er was in het begin veel tijd zat daarin, want je moet dan... Ja, hoe verzamel je alles? In het begin zit er ontzettend veel tijd in. Ja. Je begint echt op nul. Ik kende helemaal niemand in... Daar heb je ook nog erbij, dat je niemand kent. Ja. Ja, maar alleen mijn vriendin. Jawel, maar ik bedoel echt... Dat is één iemand in heel de gemeente, dus dan moet je echt nog wel je netwerk gaan opbouwen. Mensen kennen jou niet. Niemand kent je, dus dat is gewoon op zoveel mogelijk plekken aanwezig zijn. Alles kijken wat er te doen is, daar naartoe gaan, foto's maken, jezelf kenbaar maken. Met mensen praatjes maken, dan bouw je wel op een heel snelle manier je netwerk uit. Ja, maar ja, het is toch wel heel intensief geweest, want jij had toen op dat moment ook helemaal geen werk. Jawel, part-time. Oh, dus dan had je er ook nog bij. Ja, ja. Ik heb altijd 20 uur, of ja, altijd, een paar jaar heb ik 20 uur per week gewerkt. Okay. Hoe kom je dan in jouw informatie voor zo'n website? Ja, ging je dan, je ging zelf wel op route, maar je moet ook weten waar je naartoe gaat, toch? Je moet ook weten waar is iets te doen. Ja, alles in de gaten houden. Hè. Als je ergens aankondigingen van zag van een evenement wat er was of zo, dan ging ik daar naartoe. Ja. Ja. En als ik dan daar was, dan zocht je natuurlijk de organisatie op. En dan kun je een praatje maken en dan kun je informatie inwinnen. En dan wissel je een kaartje uit en de volgende keer benader je van tevoren. En dan weet je van tevoren dat er een evenement is. Ja. Ja. En op die manier ga je je netwerk uitbouwen. Ja, want hun zijn er ook weer goed van mee, hè? Eigenlijk als ze daar op die website komen staan. Eigenlijk dus overal waar je komt, iedereen is eigenlijk blij dat je komt. Ja, want je verspreidt ook hun ding eigenlijk, hè? Ja, en iedereen staat natuurlijk graag alle aandacht die ze extra krijgen, die is meegenomen. Ja. Liep die ook, zo'n website bij jou? Begon die ook echt te lopen? In het begin waren we blij als we 100 bezoekers op een dag hadden. Ja. Nou, dan was ik echt blij. Dat ik, we hebben er 100. Er zijn 100 mensen die vandaag op onze website hebben gekeken. Helemaal in het begin. Ja, vandaag de dag zitten we tussen de 5.000 en de 6.000 per dag. Echt waar? Dus dat is een heel, mensen... heel groot verschil wat er inmiddels is, absoluut. Ondanks dat er dan zo'n krant is, want wij staan de meerwaarde van de website. De website is vooral het hele snelle, korte nieuws. Oké. Okay. Mensen willen... Even kijken wat er is of zo. Ja. Ja. Vanmorgen is er op een gegeven moment hier sirenes. Wat blijkt dan? Is er een gaslek geweest in Boxel-Oost. Dan willen mensen zo snel mogelijk weten. Nou, dat is kort nieuws. Er is op dat moment weinig informatie beschikbaar. Dus ik zet er een foto op met een paar regels tekst. De mensen weten wat er gebeurd is. En vandaag of morgen krijg ik meer informatie te horen van de brandweer of van de politie. Ja. En dan kan ik het artikel compleet maken. En dan kun je dan weer terugvinden in de krant bijvoorbeeld. Ja, oh wat leuk. Ja, dus in de krant zijn vaak wat langere verhalen. En we proberen er ook rekening mee te houden wanneer we iets online plaatsen. En wanneer we iets in de krant zetten. Ja. Als we echt een heel leuk verhaal hebben, achtergrondverhaal van mensen, human interest verhalen. Die doen het erg goed. Maar die willen natuurlijk eerst in de krant hebben. Voordat wij ze in de... op de website zetten. Waarom? Want waarom wil je het eerst in de krant? Want je zou het natuurlijk ook op de website kunnen zetten als een kleine aankondiging. Dat zou kunnen.
Ja. Dat is ook wel leuk dat mensen denken, hé, dat is wel leuk om te weten. Ik moet de krant hebben, ja. He, zo kan het ook. Dus het is net anders, het is maar net hoe je... En we proberen als we zo'n verhaal hebben, om als we het op Facebook plaatsen of op de website te plaatsen, alleen het eerste stukje te pakken en dan terug te koppelen weer naar de krant. He, dus ja. We proberen wel crossmediaal te werken, de mensen... vanuit de website, vanuit de app, vanuit Facebook naar de krant toe worden getrokken. En vanuit de krant plaatsen we weer heel vaak, kijk voor meer foto's op de website. Ja, natuurlijk. Dus dan proberen we ze ook weer terug naar de Dat je die verbinding legt natuurlijk. Ja. En dus, dat lijkt mij, dat is toch wel voor een bepaalde leeftijdsgroep die dat doen. Hè? Die veel meer schakelen van krant naar website, van website naar krant. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die denken, och, ik heb die krant voor me, ik vind het wel goed. Hè? Die heb je natuurlijk ook, ja. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk een hele grote groep die, of een hele grote, die wordt wel steeds kleiner, maar je hebt een bepaalde groep die niet online is. Die groep hadden we ook gedacht aan te kunnen spreken op het moment dat we met de krant kwamen. We hadden gedacht dat de krant juist ook voor de jeugdige lezers, dat er minder van toegevoegde waarde was. Maar vandaar zien wat we daar uithalen juist ook weer. En, ik heb bijvoorbeeld een keer een adres gehad, kreeg een bezorgklacht van die meneer. Ik heb de krant niet gehad, dus klacht aangemaakt, krant nabezorgd, kreeg een dag later weer telefoon. Ik heb die krant nog steeds niet gehad, terwijl die bezorgster zei, dat meisje, ik heb hem echt gebracht. Ja. De klant zegt van niet, breng hem nog maar een keer. Dus een meisje, bijna in tranen, ging voor de derde keer die krant brengen. En belt die vader vervolgens op van, ik heb nog steeds geen krant. Dus uiteindelijk had zij drie keer de krant in de bus geduwd. Toen belde hij terug om zijn excuses aan te bieden, want de eerste krant had zijn zoon mee naar boven genomen en de tweede krant zijn dochter. En pa zat beneden te wachten. Ja. Kijk, en dat zijn wel leuke verhalen natuurlijk. Dan weet je wel van, oké, het wordt dus toch gelezen. Ja. Ook door de jeugdige lezers. Ja. En dat is wel ons doel. We willen zo breed mogelijk... Ja, van jong tot oud. Hè? Willen want we interesseren. Want daar is een krant voor. Hè? Ja. En het is natuurlijk ook het ene artikel is voor die groep heel interessant. En de jeugd die gaat misschien kijken van, hé, er is een evenement wat gaat komen. De evenementen, foto's, puzzelpagina, dat soort dingetjes. Ja. Hé, Mark, de website, die was in de lucht. Dus daar heb je toen een aantal jaren, ben je daar alleen mee bezig geweest? Of? Ja. De eerste twee jaar toen ik in Boksel kwam wonen, heb ik het dus part-time opgezet. Dus ik heb overdag gewerkt, part-time, en dan 's middags en 's avonds vooral... bezig geweest met de website. Nou, na twee jaar heb ik de keuze gemaakt om fulltime met de website verder te gaan. Dat was ook spannend, zeker? Nee? Want ik wist toen al wat ik had, parttime. En toch maar een klein stapje meer wat ik nodig had om gewoon fulltime te kunnen rondkomen. Oké. En ik denk, als ik twee keer zoveel tijd erin stop, moet dat te doen zijn. Ja, precies. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk niet meer zo'n heel spannende stap. Nee, was het niet een stukje van... bepaalde eenzaamheid, want je bent alleen met zo'n website bezig. Het is wel eventjes, je kunt je ding niet delen met mensen. Ja, je bent alleen met de website bezig, maar je bent wel eigenlijk heel de dag onder de mensen. Ja, dat is waar. Als ik op pad ga om advertenties te verkopen, zit ik met mensen aan tafel, mag je koffie te drinken. Ja, is ook. Ik krijg een rondlijn door bedrijven, dus ik krijg bedrijven te zien ook van binnen. Ja. Hartstikke interessant is natuurlijk. Ja. Ga ik naar een evenement toe, dan ben je ook onder de mensen. Maak je met verschillende mensen praatje. Dus, dat vind ik juist altijd wel fijn om onder de mensen te zijn. Ja. En het is constant in beweging, want iedere dag is het anders. Nog nooit geweest dat ik 's ochtends in mijn agenda keek en ik dacht, oké, ik heb die afspraken staan. En dit, op het eind van de dag dat ik terugkeek, het is ook echt volgens mijn agenda gelopen. Nog nooit. En waarom niet? Hoe kan dat dan? Er komt altijd iets tussendoor. Er komt altijd wel iets tussendoor. Ja. Dat er in één keer nieuws gebeurt of dat er in één keer een uitnodiging komt voor een persgesprek diezelfde middag. Ja, dan moet je... Ja, je moet wel heel flexibel zijn. Ja, absoluut. Ja. Op zich ook wel weer leuk, natuurlijk. Als het zo is. Het heeft zijn charme. Ja. Ik vind het heel erg leuk, maar ik kan me ook indenken dat er mensen zijn die daar juist helemaal niet... Je moet kunnen schakelen, volgens mij. Je moet heel snel kunnen wisselen. Ja. En dan 's avonds weer gaan zitten om het allemaal weer in te brengen op die site en te verwerken. Hè? Ja. Hey Mark, en toen, hoe is het met jou verder gelopen? Als mens Mark, want ik bedoel, je bent dan zo fanatiek bezig met zo'n website, maar hoe ontwikkelt zich daar verder? Ik bedoel, de krant. De website die groeit op een gegeven moment steeds verder en het concept, het franchise concept met de verschillende mooie websites groeide ook steeds beter. Dus er kwamen steeds meer websites bij in andere dorpen en op een gegeven moment zijn ze in Sint-Oedrode begonnen met een krant. Daar hadden ze ook al een paar weekkranten.
Dan zijn ze gewoon met de hele nieuwe, frisse krant begonnen. Die sloeg heel erg goed aan, dus er kwamen ook een paar kranten meer. Nou, toen heb ik echt wel een paar jaar nagedacht van, is dat ook iets voor wat een bokser zou kunnen? Maar spannend is dat dan, hè? Ja, dat is wel, die stap die was, ja. Wel, die was wel spannend. Ja. En hoe gaat dat dan? Dan moet je van alles gaan zoeken natuurlijk. Nou, die keuze die kwam eigenlijk uit mijn compagnon Willemijn Weidenis. Dat was de centrummanager op dat moment nog. Ja. En die vertelde mij dat ze ging stoppen als centrummanager. En ja, dat ze dus iets anders ging doen. Ik zeg, wat heb je dan in het verleden gedaan? Ja, ze had een eigen tekstbureau en ze wou weer het schrijven oppakken. En hetgene wat mij die tot dat moment had tegengehouden was juist om een hele krant vol te schrijven. Ik heb geen journalistieke achtergrond. Het foto's maken en onder de mensen zijn en, ja. En de verkoop van advertenties, dat ligt me allemaal heel, heel goed. Maar het schrijven... Nou, is een vak apart. Dat is een vak apart. Ja. En ik dacht om een hele krant elke week vol te schrijven, ja, dat kan ik niet alleen. Dan heb ik een goede compagnon nodig. En dat was Willemijn. Dus Willemijn zei, ja, ik wil weer gaan schrijven. En ze ging stoppen als centrummanager. Dus toen zei ik van, nou... Af en samen dan is die krant gaan uitgeven. Toen zei ze in eerste instantie van, jij bent hartstikke gek. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat hebben ze ook wel vaker gezegd. Ik zeg, we denken maar zo over na. Ja. En dat was een vrijdag, en maandags zei ze, we gaan doen. Want dat is een grote stap, maar dan heb je ook, hier heb je ook meer mee te verliezen natuurlijk. Hè? Want je moet papier aanschaffen, een drukker en je moet van alles regelen. Als het niet gaat lukken, dan schiet je er wel... Ja, hier is het risico behoorlijk groot. Ja, dat je de krant natuurlijk gratis verspreidt, gratis toch bij 15.000 adressen op de mat laat vallen. Ja, het komt echt in heel Boxtel. Ja. Ja. En Liemt, hoe zit dat dan? Want daar hoort ook, ja. Het is echt de gemeente Boxtel, ook het buitengebied, ook de industrieterrein, echt alle adressen in de gemeente Boxtel. Jee! En helemaal gratis, want dat vind ik ook zo knap, want dan denk ik, hoe kom je erbij om, of hoe krijg je daar voor elkaar? Nou, dan krijg je eigenlijk... Met name voor elkaar, omdat we natuurlijk ook heel veel input krijgen van de inwoners. Dat is ontzettend belangrijk, want het is echt, wat wij ook zeggen, een krant voor- en doorbokselaren. En zonder informatie, zonder tips, kunnen wij ook geen krant maken. Nee, dus we hebben ook echt de input wel van de lezers nodig. Ja goed, en dan kun je met voldoende adverteerders kun je gewoon een krant gratis, gratis maken. Ja, mooi. En dat is ook, vind ik ook wel belangrijk. Nou, het is zo mooi dat iedereen gewoon een krant krijgt. Hè? Dat die gewoon door de brievenbus valt en de mensen denken, oh wat leuk, dit gaat over Boxtel. Ja. En het kost me niks. Ja, klopt. En ik denk ook dat daardoor, als er een evenement komt of zo, en je schrijft het in de krant, dat er ook een hele grote groep mensen daardoor denken, goh wat leuk, dat gebeurt allemaal in Boxtel. Ja, we proberen echt te laten zien in de krant... hoe mooi Boxtel eigenlijk is. Ja. Daarom is het ook mooi Boxtel. Mooi Boxtel, ja, leuk. Ja, ja. Maar ja, Boxtel is echt, ook in mijn ogen, een prachtige gemeente. Het ligt heel centraal tussen de drie grote steden, aan de snelweg, aan de spoor, mooie natuur en omgeving. Er is ontzettend veel te doen en te beleven. Mensen klagen wel eens ooit dat er weinig gebeurt in Boxtel. Nou, dan daag ik ze uit, mogen ze 2 weekenden met mij meedraaien. Ja. Dan weet ik zeker dat ze dat nooit meer gaan zeggen. Nee. En dan heb ik ook een keer 2 weekenden een beetje rust. Ja. Want er gebeurt echt ontzettend veel. Ja, dat klopt. Er gebeurt ontzettend veel, maar je moet het wel voor openstaan om het te zien. En je dat moet het is willen zien. Kijk, en je hebt ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar daar geef ik niks om. Ja, daar geef ik ook niks om. Ja, dan kom je ook nergens. Nee. Hè? Hoe zou het nou zijn om te zeggen, ik ga gewoon eens kijken. Want voor hetzelfde geld zeg je, oh, het was toch wel heel leuk. Je komt echt op verrassende, verrassende locaties plekken. Locaties en plekken, die je echt denkt van, nou... Toch fijn, of toch leuk dat ik heb mogen meemaken en dat ik hierbij ben geweest. Ja. Ik had van tevoren niet gedacht. Dat het zo leuk was. Juist. Ja, ja. Ja. Mark, en toen? De krant was geboren. Het idee was geboren en toen hadden we nog geen 2 weken om alles te regelen. En bij de drukker en de bezorging. Waarom zo kort ook? Omdat jullie al meteen die krant uit wilden geven? Of, ja. Oh, dat was in de eind van de zomer. Dus we wilden echt half september wilden wij die krant al uitbrengen. Van oudsher zeg maar zijn er goede maanden voor de adverteerders. Okay. En dat zou natuurlijk voor ons voor de start wel fijn zijn als het meteen in het begin goed loopt. Dus we wouden per se in september toen starten. Nou, en dat is gelukt. En toen was die krant er. Toen hebben we de eerste dag dat die uitkwam, hebben we tot 1:30 hebben we mensen aan de deur gehad. Ik had kantoor aan huis. Of in, nou niet aan huis, in huis. Ik heb dus echt heel mijn woonkamer leeggehaald, alles was eruit, tafel, stoelen, geen bank, geen televisie, helemaal niks. Alles was eruit.
En er stonden alleen maar bureaus en daar hebben we de eerste kranten gemaakt. En er kwamen mensen aan de deur, vertel je, waarom kwamen die aan de deur? Nou, die kwamen ons eigenlijk feliciteren met de krant. En op een gegeven moment, er kwam een oudere meneer aan de deur met een envelop. En die had eerst al een paar keer staan kijken, waar zit ik wel goed, want het was natuurlijk gewoon een woonhuis in de woonwijk. Nou, toen belde die aan, dus ik deed netjes open en... lees dit maar eens. En hij geeft die brief af. Dus ik schrok eigenlijk van, oh jee, wat heb ik nou toch aan mijn fiets aan, hè? Ja. Dus ik maak die brief open. Nou, het was echt een hele brief hoe leuk hij het vond dat hij nou in één keer gratis een krant kreeg op de mand. Ja. Ja, en we hebben echt ontzettend veel reacties gehad via WhatsApp, via Facebook, via sms, wijn, bloemen, noem het maar op. Echt ontzettend veel mensen die het waarderen en die langskwamen. Ja. Ja, dat hadden we echt niet verwacht. Nee. Ja, want je pakt natuurlijk ook een bevolkingsgroep mee, wat eigenlijk anders toch te duur vindt om een krant. Ja, nou, dat zou kunnen. Wij denken dat het mogelijk is om een lokale krant gratis uit te geven. Mm. Wij denken dat de meeste mensen geïnteresseerd zijn in het lokale nieuws, wat er echt in de eigen gemeente gebeurt. En wij vinden dat er gratis beschikbaar moet kunnen zijn. Ja. En dat kan als je daarbij gebruik kunt maken, zeg maar, van de mensen zelf. En die dus ook jou voorzien van input, van nieuws en tips geven. En als er voldoende adverteerders zijn. Ja, inderdaad. Nou, ja. En de is een Boksel. Ja, want je hebt nou een heel team ondertussen. Ja, kun je wel zeggen. En we zitten hier nou in een prachtig kantoor. Hoe lang zit je hier al op dit kantoor? Hier zitten we, ik denk vanaf november 2014. November 2014. Dus alweer bijna anderhalf jaar inmiddels. Ja. De tijd gaat hard. Het is ook mooi hoor. Iedereen heeft zo zijn eigen plek en zo. Want hoeveel mensen zijn er nou echt werkzaam? Op maandag en dinsdag zitten we hier met 8 mensen om de krant te maken. En de rest van de week is het wat rustiger. Hè. Het belangrijkste is maandag en dinsdag. Dinsdagnacht gaan we ook naar de drukkerij toe met de krant. Dus dan moet die klaar zijn. En de rest van de week is het langzaamaan voorbereiden voor de volgende krant. Hoe kom je nou aan al die mensen die waar jij de vaste artikelen iedere week in jouw krant hebt? Hè? Mm-hmm. Dat zijn toch altijd vaste mensen. Hoe kom je daar nou aan? Nou, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren al een groot netwerk opgebouwd. Dus je kent op een gegeven moment veel mensen in Boksel. En toen wij begonnen met de krant heb ik een aantal mensen zelf benaderd. Yeah. En die heb ik het verteld over het idee. Nou, die reageerden enthousiast op. Sommigen gingen er wel in mee, sommigen gingen er niet in mee. Dat is natuurlijk ook prima. En die mensen die erin meegingen, die zijn op een gegeven moment de column gaan schrijven. En van op het moment dat dan je krant gaat lopen, zie je op een gegeven moment mensen zichzelf gaan aanbieden van hey, ik denk wel dat ik interessant elke 2 weken of elke maand iets interessants kan melden. En we hebben natuurlijk vaste rubrieken, hoe is het nou met? Nou, dat is een rubriek die ontzettend goed gelezen wordt, weten wij uit ervaring. Ja. En de mensen toch willen weten, hoe is het nou met diegene die... Nou. 20 jaar geleden burgemeester was of die destijds kleuterjuf was of zo, waar half Boksel bij in de klas heeft gezeten. Ja, ik zie altijd, ik denk al bij mezelf, als ik dan zo'n foto zie. Ja. Hè? Ja. Ja. En sommige ken ik ook niet hoor. Nee, nou ja, goed. Dat heb je ook hè? Ja. Ja. Nou, dat geldt voor mij natuurlijk ook, want ik kom niet vanuit Boksel, nee, dus ik ken nog heel veel mensen die wel bij ons in de rubriek staan, die heel veel Bokselaren wel zullen kennen, maar die ik bijvoorbeeld nog niet ken. Nee, ja. En dat hoeft ook niet hè? Dat kan ook niet. Nee. Ja, leuk. Maar ja, goed, hoe langer ik in Boksel woon, hoe meer ik er wel zou kennen. Nou. Daar hangt hier nou in de gang, Mark, een heel rij met bladen van de krant. Of pagina's, zo moet ik dat zeggen. Ja, dat is eigenlijk de manier waarop wij de krant maken. Ze maken in de computer, plakken wij de artikelen met de foto's en de advertenties tot de pagina vol is. Dan wordt die uitgeprint. Dan worden alle teksten nagelezen en nagekeken. Er wordt natuurlijk altijd wel wat fouten uitgehaald en die worden aangepast. En dan gaat de pagina naar onze vormgever toe. En die vormgever die gaat vervolgens alles netjes rechtzetten. En die zitten allemaal hier op kantoor? Die zitten allemaal op kantoor, okay. Ja. Nou, om een voorbeeld te noemen. Hier heb je een pagina. En wat je eigenlijk hier ziet is dat deze foto staat hier bijvoorbeeld nog rechtsonder. En de advertentie staat linksonder. Nou, daar hebben we uiteindelijk voor gekozen om dat om te wisselen. Kijk, als je dan de krantenpagina erbij pakt, dan zie je dat het omgewisseld is. Oh, ja. En als het dan klaar is, dan... Gaat de krant vanaf hier digitaal verstuurd naar de drukker. Ja. Onze deadline is 2 uur 's nachts, maar ja, wij willen zelf natuurlijk ook gewoon op tijd naar huis. Ja. Dus wij zorgen eigenlijk altijd dat we om 6 uur klaar zijn. Mark, is dit jouw ding, de krant? Is dit, merk je nou ook, dit is ook echt mijn ding? Ja.
Ja, zeker weten. He, want je zegt dan, ik heb daar gestudeerd, ik heb daar gewerkt, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dus je bent altijd toch wel een beetje ondernemend heel geweest, erg, ja. En nou natuurlijk nou nog, maar dit is jouw ding. Ik ben altijd heel erg ondernemend geweest. En wat mij heel erg aanspreekt, is gewoon werken met mensen en onder de mensen zijn. En wordt allebei natuurlijk enorm goed gecombineerd met de krant. Ja. Ja. Dan heb je allebei in één, dus ik vind het heerlijk om te doen. Ik heb plezier in mijn werk. Voelt niet eens als werk. Nee, leuk, ja. Want je werkt nou fulltime aan de krant? Of ja, iets meer, denk ik. Ja, toch meer, ja? Ja, ik tel de uren niet, maar nee. ik denk niet dat ik het met 40 uur red. Nee, nog niet. Komt er wel een hoop bij kijken eigenlijk, ja. Hè? Maar ja, hoe ga je de uren tellen? Als ik eerst naar een evenement ga en ik heb er foto's gemaakt, ik sta vervolgens gezellig te kletsen en een borrel te drinken. Dan ja, is het werk. Ja. Werk, hobby. Ik kan het zeggen, ja, dan heb je best leuk werk. Ja, ja, dan ben je een bofkont, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ze zijn jouw vader en moeder, hoe reageerden die er nou op? Nou, toen ik stopte met mijn studie was het natuurlijk erg teleurgesteld. Ik denk zelfs dat ze er nu nog steeds zijn. Maar mijn vader heeft wel gezegd van nou, het komt wel goed met onze jongen. Ja, met ons manneke, dat komt wel goed en die komt er wel. Die redt zichzelf wel. En toen ik zei dat ik met de krant ging beginnen, toen waren ze daar... Wat begin je te gaan? Maar dat zei ze ook toen ik met de website begon. Ja. Zei ze ook toen ik het eerste studentenhuis kocht. Dat is voor hun nog, die hebben geen overzicht, hè? Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Hè? Ja. 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 En goed, en nou zien ze ook wel dat de krant goed loopt. Dus toen ze pas vertelde dat we weer met de tweede krant gingen beginnen, toen. Dus zei ze, beginnen we? Toen schrokken ze toch niet meer zoveel. Nee. Zei ze van, nou, je zult er wel goed over nagedacht hebben. Zeg ja, redelijk. Ja. Ik ga het gewoon doen, ja. Mijn goede vrienden van mij die hadden dus Mooi Gestel, de website in Sint-Mieke Gestel. Er is inmiddels een ambtelijke fusie geweest tussen beide gemeentes. Hè. Dus het ambtenarenapparaat is één organisatie geworden. Nou, wie weet wat er in de toekomst in zit, dat weet ik niet. Maar ja, het zou in theorie natuurlijk wel kunnen. Omdat er in Gestel eigenlijk niks is en Gestel ook aan Bokstel ligt. Ja. Toen zijn wij in eerste instantie besloten om de website mee over te nemen. En nu gaan we dus ook in Gestel een krant uitgeven, huis in huis. Hier heb je de Mooie Boksel krant eigenlijk liggen. Ja. En die is kenmerkend, is natuurlijk zijn achterzijde. Ja. Wat nu gaat gebeuren is dat we een aparte krant voor Boksel maken en een aparte krant voor Sint-Mies Gestel. Als je zo de Mooie Boksel krant hebt en je draait hem om, op zijn kop, terug uit, krijg je de Mooie Gestel krant. Och, wat slim. En dan heb je dus één krant, of ja, heb je allebei de kranten in één zitten. Ja, en mensen uit Gestel die pakken dit meteen. En mensen uit Boksel, die zullen alleen het Bokselse deel pakken. Ja, en ja, mensen die nieuwsgierig zijn, die kunnen allebei de kranten lezen, maar moeten een keer draaien halfweg. Ja, en die achterpagina die valt dan in het midden natuurlijk, van allebei bij de kanten. En de ene kant is dus op zijn kop. Ja, slim. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat was eigenlijk een idee van Willemijn. Die slim bekeken, ja. Maar je hebt er echt over na zitten denken, hoe kunnen we dat nou doen? Want wij vinden wel dat een krant minimaal 16 pagina's moet hebben, anders mag je het geen krant noemen. Maar we moeten in Gestel helemaal met nul beginnen. Dus ja, dat was toch wel een uitdaging om elke week 16 pagina's vol te krijgen. Op deze manier maakt het niet uit, al is het in het begin 8 of 10 pagina's, want je kunt gewoon allebei de kranten kunnen samen groeien. En je kunt ze dik maken als je wil natuurlijk, je kunt ze dik maken als je... dat mag. Ja, ja. En als het heel goed gaat, dan kunnen we altijd nog zeggen, we halen ze weer uit elkaar. Ja. Ja, maar misschien is het ook wel een stukje meerwaarde. Als straks de gemeente bijvoorbeeld wel zou gaan fuseren en het wordt een nieuwe naam, dan kun je zeggen, we maken één krant met de nieuwe naam. Ja. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Leuk hoor, ja. En slim. Op die manier spelen we toch in op mogelijke veranderingen in de toekomst. Dit is misschien wel het begin van. Nou, of niet? Dit vind ik leuk, zo twee kranten. Ja. Maar ik heb niet de ambitie om naar 5 of 6 of 7 gemeentes te gaan. Want dan kun je het zelf echt niet meer overzien. Nee, dan wordt het te groot. Hè? Voor mij wel. En dit vind ik prima. Dit vind ik leuk. Dit is te behappen. Ja. Nog. Ja. Dan wordt het nog groter dan. Ja, dan heb je er zelf geen binding meer mee. Nee, nee. Nee, want dan kun je, ja, en waar ligt de grens, hè? Daar ga je dan richting S of ga je naar Vught? Of ja, die hebben allemaal de eigen dingen natuurlijk. Nou, S zijn we er trouwens ook bij gaan bezorgen. Oh. Ja. Hoezo, ja? Waarom? Om de S aan Gestel vast? Omdat we heel veel vragen kregen vanuit S. Daar hadden we op een paar plekken liggen. Ja. En er werden er steeds meer kranten opgehaald. Dus we moesten steeds vaker meer extra kranten toebrengen. Dus hebben we gewoon gezegd, dan gaan we ook gewoon een S huis naar huis bezorgen. Maar nou hoor ik van jou al die mooie verhalen. Zijn er ook teleurstellingen geweest?
ja, natuurlijk heb je, iedereen heeft te maken met teleurstellingen. En, toen ik in Boxen kwam wonen, ben ik uiteindelijk ook getrouwd. Nou ja, goed, op het moment dat je trouwt, dan hoop je heel lang gelukkig te worden samen. Ja, als er dan strandt, dan is er wel een teleurstelling. Ja. Dus, je bent niet meer getrouwd? Nee, ik ben niet meer getrouwd. Okay, nee. Ja. Dus ik ben gescheiden. Toen heb ik in de eerste instantie, om het te verwerken, denk ik, heel erg op het werk gegooid. Ja. Maar dat was wel een moeilijke periode natuurlijk. Dat, dat haakte wel even in. Vooral omdat je ook van haar naar Boksel bent gekomen. Ja. Hè? Dan, ja. Meestal zeggen mensen, ik ga weer terug naar mijn eigen plaats. Ik wist toen meteen, ik wil niet meer terug. Nee? Ja, je zou wel terug willen, maar het bevalt me gewoon hartstikke goed in Boksel. Ja. Ik vind het gewoon een hele leuke gemeente, leuke mensen. Je was hier goed gesetteld. Ik heb die prima naar mijn zin. Ik zou echt niet weg willen. Nee. Maar ja, dat is wel een heftig jaar. Maar ja, van daaruit leer je misschien ook wel weer dingen. Waardoor er weer van allerlei mooie andere dingen zijn. Ik heb ook best veel dingen gedaan om mijn grenzen te verleggen. Oh ja? Ja, ik ben altijd wel... ik wil groeien. Ik wil mezelf ontwikkelen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En iets wat ik absoluut niet kon. En misschien nog steeds wel niet kan. Maar dat is dansen. Dus Marion van dansschool Dansis. Okay. Die heeft mij 3 jaar lang benaderd. Wil je meedoen met Dance with the Stars? Dat is een aantal bekende bokselaren die dan niet kunnen dansen en in een paar weken proberen te leren dansen. Lukte dat? Eigenlijk wonderbaarlijk genoeg wel. Ja? En wat kreeg je voor dansen? Ik had de tango gelood. Ja. Vandaar de tango man. Ja, dat klopt. Mooi tango. Ik had wel fans uit Sint-Oederode en die hadden dat meegenomen. Ja, leuk. Maar dus ik heb denk ik 2,5 maand heb ik heel fanatiek getraind. Om toch te zorgen dat je een beetje goed voor de dag komt. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed tot de avond zelf. En dan staan daar in één keer 450-500 mensen staan te kijken. Dan is dat toch wel spannend. Oh, en dan man, is dat toch wel heel ver buiten. Mijn comfortzone. Absoluut. Ja. En zo heb ik ook in het verleden heb ik een bedrijf opgestart vanuit mijn studententijd nog. In een netwerk marketingbranche. Dus daarmee bouwde ik eigenlijk een distributienetwerk op van allemaal vertegenwoordigers die een product of een dienst verkochten. Zo. En toen ben ik een keer werd ik geëerd op het podium op een internationaal congres. En dan zit daar 10.000 man in een vol stadium. En dan word je in één keer voor de microfoon gezet. Dan moet je dus in het Engels je verhaal doen. Terwijl ik een paar jaar daarvoor gezakt was op mijn VWO op Engels. Mijn Engels niet goed genoeg was. Ja. En dan sta je nu in één keer 10.000 mensen, sta je dus in gebrekkig Engels natuurlijk. Dat is niet in één keer heel vloeiend geworden, maar sta je wel je verhaal te doen. Knap, en dus hoor. Was voor mij ook wel weer een stapje buiten mijn comfortzone. Dan kun je tegen jij zeggen, ik kan het wel. Ja. Hè, ja, mensen snappen toch wat ik wil, het verhaal wat ik wil overbrengen. Ja. Maar dan ook zoiets als dat je zakt voor Engels, dat er dan onbewust zo'n stempel op je kan geven, hè? Geestelijk. Hè? Zo van, nou moet ik het gaan doen en ik was gezakt. Ja. En toch lukt het jou. Ja. Ja, aan de ene kant vond ik het jammer dat mijn leraar Engels erbij was. Ik was wel benieuwd wat hij ervan had gezegd. Ja. Ja. En heb je een aantal jaren gedaan of doe je dat nog? Of? Op dit moment heb ik eigenlijk op een laag pitje staan. Want het is haast niet meer te combineren met mijn privéleven en met mijn werk. En dan ook nog door iets bij te gaan doen. Dan, ja, daar heb ik geen privéleven meer over. En dat was toen jouw inkomsten, toen in jouw studententijd, dan kon je je studie of net of wat mee betalen. Ja, ja. Dus dat was wel leuk om te doen. En dat is altijd gewoon doorgelopen. Ik heb het eigenlijk altijd part-time erbij gedaan. Alleen nu heb ik gewoon andere dingen. En dat vind ik ook wel fijn om gewoon aan mijn privéleven tijd te kunnen spenderen. Ja, want je hebt toch wel een privéleven? Ja, ik heb zeker een privéleven. Ik heb weer. Vertel. Ja, sinds een half jaar heb ik weer een nieuwe vriendin. Leuk. En dat breng ik natuurlijk graag mijn tijd mee door. Ja, ja. En dan kun je goed combineren met de krant en met al jouw... Ja. Nou ja, goed, maandag, dinsdag weet ze dat het altijd laat wordt. Hè? Want dan zitten we met de deadline. Ja. En de rest van de week probeer ik daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ja. En als je dan goed plant, dan is er echt wel... Kun je echt wel samen leuke dingen doen. Ja, en als je goede afspraken maakt, dan is het ook goed, hè? Ja. Leuk. Ja. Dus je hebt alles weer op de rit. Ik ben nu enthousiast aan het maken om naar Boksel te komen. Ja, want waar woont ze? Lieshout. Lieshout, oké. Okay. Ja. Alleen ze gaat overal mee naartoe in Boksel of ergens toe gaan. Dus die wordt net zo enthousiast
overbox zoals ik zelf ben. Dat is wel fijn, ja. Dus die keuze die heeft ze eigenlijk al wel gemaakt, ja? Om in de toekomst naar boksen te komen. Oh, dat is mooi, want sommige mensen zeggen, nee, ik blijf per se hier wonen, want dat is bij haar gelukkig niet. Nee, fijn, ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit, Mark? Wat zijn jouw wensen, wat zijn jouw... Nou, ik zou graag samen gaan wonen met mijn nieuwe vriendin. Ja. Liefde hier in Boksel natuurlijk. Ja. Ik zou de krant verder willen uitbouwen. En als er straks twee goede kranten staan, ja, wie weet wat de toekomst dan gaat brengen. Ja, je hebt nog niet zo dat je zegt van, ik wil dat nog of ik wil dat nog gaan doen. Of je bent nou echt gericht op je krant. Ja, ja. Maar ik ga niet om de 70ste werken. Nee? Nee. Ik ga wel eerder van mijn leven, van mijn oude dag niet als kan. Ja. En als dat gebeurt, zeg maar, dan ben ik toch wel iemand die altijd iets moet doen. Ja, ik maar dan doe je dag, het omdat niet hele dag thuis. Is. Ja. Ja. Ja, dit is ook leuk, hoor. Ja, maar ik bedoel, je moet natuurlijk, zit hier ook iets achter dat het af moet en zo. Ja. En dan kan het wel. En dan is het wat anders, dan ga ik in commissie zitten of zo. Ik heb bij de zwemclub, ik ben al 25 jaar lid bij de zwemclub. Daar heb ik in de sponsorcommissie gezeten. Daar ben ik jarenlang meegaan als leiding op kamp. Ik heb training gegeven aan het zwembad. Dus ik heb daar heel veel vrijwillige taken gedaan. En nou ja, goed, dus voldoende op dat vlak is meer dan genoeg. Hey Mark, aanbod. Wat is voor jou genieten van de oude dag? Wat houdt dat voor jou in? Niet werken? Of wat heb je dan? Geen druk meer hebben, zeg maar. Dus dat je gewoon niet hoeft te werken, zeg maar, om je boterham te verdienen. Dat je gewoon alles goed geregeld hebt. En dat je dus gewoon leuke dingen kunt doen samen met je gezin. Maar dat je jij ook kunt inzetten op vrijwillige basis voor allerlei initiatieven die je belangrijk vindt of waar je goed gevoel bij hebt. Ja. Ik zou me wel willen blijven inzetten voor de maatschappij. Ja. Maar dan hoeft niks. Nee. Dan bepaal je het een beetje zelf wanneer je het wel doet en niet doet. Ja. Maar dat duurt nog een tijdje, want ik begrijp dat je 35 bent, dus je bent voorlopig, zijn wij niet van jou af. Nee, zeker niet. En als dat gebeurt, ben je niet van mij af, want dan blijf ik toch wel in de boksersmaatschappij. Ja. Maar je weet ooit niet hoe iets kan lopen of een balletje kan rollen. Wat vind je nou lastig? Waar loop je tegenaan? Nou, wat ik heel lastig heb gevonden altijd is mijn tijd verdelen. Om een goede verdeling te hebben, voldoende tijd voor je privé, voor je zaak, maar ook om te sporten. Hè. Ja, ik wil ook graag een keer mountainbiken of hardlopen. Nou, om dat allemaal goed te combineren, daar heb ik toch echt wel heel veel moeite mee gehad. Ja. En dat gaat gelukkig steeds beter, omdat je ook steeds meer taken natuurlijk kunt afschuiven. Ja. En ook op een gegeven moment zegt van, wacht even, tot hier en nu. Ja, je hebt ook meer overzicht over hoe het gaat. Dus ook voor jouzelf ook natuurlijk. Maar ja, ik bedoel dat... Want heb je ook tegenwerking in jouw werk? Maar absoluut. Dat vind ik zo... Dat ik denk van ja... Ja, er zijn... Er zijn ook lastige momenten, denk ik. Hè? Ja, er gebeuren ooit dingen waar je echt ontzettend boos over kunt worden. Ja. En dan kun je daarop gaan reageren. Actie, reactie. Of je probeert langs je, en dat is wel moeilijk, maar je probeert langs je te laten liggen en je gaat uit van je eigen kracht en op je eigen manier. En dat is wel iets wat we hier op kantoor heel erg proberen te doen, om uit te gaan van onze eigen kracht. Ja. En niet naar anderen te kijken, maar puur naar onszelf te kijken en op die manier ons product in de markt te zetten. Ja, en dat is ook heel knap dat je dat kunt, maar er zit natuurlijk ook een emotionele kant bij. Maar ja, dat slik je dan wel weg, omdat je verder moet. Dat probeer je echt uit te schakelen. Maar... Want als je is niet altijd leuk, hè? Want dan denk ik van, je wordt wel geraakt. Ja, het zijn zeker niet... Als je tegenwerking krijgt of als iemand een rotopmerking maakt of zo. Ja, meestal zeg ik wel iets over hun, hè? Ja, vaak wel. Kijk, het zijn natuurlijk geen leuke dingen. Je hebt tegenslag. Een voorbeeld te noemen. Alle mooie kranten die zijn gestart. Daar heeft de burgemeester in de eerste krant netjes een verhaal en een foto dat de eerste krant in ontvangst nam. Mm. En wij hadden echt gedacht dat onze burgemeester dat ook zou doen. Ja, toen dat niet gebeurde of toen hij dat niet wilde doen, was dat voor ons echt wel een tegenslag. Yeah. En ook niet echt een aanleiding kunnen vinden waarom niet. Nou, dan moet je dus, want je houdt er rekening mee, dan moet je dus in één keer iets anders voor je voorpagina gaan verzinnen. Voor je allereerste krant die heel spannend is, waar je heel weinig tijd voor hebt gehad. Yeah. En zo zijn er natuurlijk wel meer tegenslagen waar je dan op moet schakelen. Yeah. Dat lijkt me dan wel heel spannend
om dan door te gaan. Ja. Het is ook goed. Het is ook goed dat je die dingen meemaakt. Ja. Ja, en je gaat er ook een keer over nadenken. Zit je met beide voeten, blijf je natuurlijk op de grond staan. Ja. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Want zo is het leven, hè? Het zit niet allemaal. Het zit zeker niet altijd. Was maar waar. Nou, het is wel goed dat het af en toe tegen zit. Jawel, maar dan houd je scherp. Een klein beetje dan. Ja. Niet te veel. Ja, goed. Ja. En de weg naar de top is bezaaid met hobbels natuurlijk. Ja. Dus je moet er toch overal langsaf en overheen. Ja. Merk je nou dat je langer bezig bent, dat je daar ook beter tegen bestand bent? Of neemt het af? Nee, het neemt zeker niet af. Neemt het niet af? Nee. Want je zou zeggen, doordat je dat mensen meer weten van, hey, dit is het product. Zou je zeggen dat ze er meer... Het is een keiharde wereld, het neemt zeker niet af. Nee. Maar je gaat er wel steeds makkelijker mee in om. Ja, krijg je ook echt tegenwerking? Je krijgt wel echt tegenwerking, ja. Dat ze jou weigeren dat je binnen mag komen of dat je genegeerd wordt of zo. Ja, ik ga zitten vissen, maar dat is mijn nieuwsgierigheid. Hè? Dus niet zozeer dat je ergens niet binnen mag of zo, of geweigerd wordt, maar wel op manieren waarop verschillende media, zeg maar, op verschillende momenten worden geïnformeerd. Oh ja. Ja, goed, dan kun je vraagtekens bij zetten. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook in een gemeenschap. Ons kent ons, hè? Ja. En als ik al jaren met mijn buurvrouw help... Doe je dat nu ook? Dan doe ik dat nou ook, want ja, wij doen dat al jaren, dus waarom zouden we het anders doen? Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus dat is natuurlijk voor jou wel vervelend, want daar komt het dus... Niet goed. Je hebt ooit eens last om ergens tussen te komen. Ja. Kijk, de andere kant van het verhaal, ja, uiteindelijk willen mensen toch vaak wel met hetgeen wat ze te melden hebben, willen ze wel aan een groter publiek melden. Ja. Mark, ik wil jou bedanken voor dit mooie gesprek en dat boeiende gesprek. Ik ben blij met jouw krant en ik wens jou nog heel veel mooie jaren en geluk in Boksel. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Het was leuk dat jullie er waren. Graag gedaan. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Thank you.